Ja, hartstikke leuk, toch? Ja, het is supergezellig in die regenboogklasse. Dit is dan mijn start, denk ik dan maar zo. Ja, het weer is fantastisch. Kan niet beter. Prachtige, mooie wind. Ja, dat is fantastisch. We hebben helaas de onderboei zagen we niet goed liggen. Dus hadden we even een schattingsfoutje. Maar gaat prima. Het is prachtig zeil weer. Dat wel, ja. Nu nog hoop op vanmiddag. We hebben net uitgerekend, we staan 1 punt voor. Dus betekent wel even dat we aan de bak moeten zo. Heel misschien, dat doen we even Fries, een klein Berenburgje erbij. En dan zijn we weer klaar voor de volgende wedstrijd. Heerlijk. Het is toch unieke tijd in de historie natuurlijk. Hè? 100 jaar regenboog-historie wat we hier vieren. Met heel veel boten en een prachtig zeil weer. En van tevoren hadden we gezegd van we gaan ervoor. Het is toch wel iets wat je op je lijstje wil hebben staan als, om te winnen. Dus nee, ja, we hebben het aardig gedaan, vind ik zelf. Ja, we hebben wel weer een biertje verdiend hoor. Het was niet alleen het zeilen, het was gewoon een super gaaf evenement. Dat die mensen er tijd in hebben gestopt om dat te organiseren, zo professioneel. Ook het wedstrijdcomité, bijna alle banen waren echt super goed. En het was gewoon echt een feest om te zeilen en om hier te zijn.